De functiestelling van politie mensen is geen nieuwigheid. Het is iets dat we heel vaak zien. En de politiebond die komt landelijk uit voor zijn leden. En voor iedereen die buiten functie wordt gesteld. Dus ook Hellens en Gentel. Heeft de politiebond geen andere keuze dan voor deze hier op te komen. Op welke manier zal de bond opkomen? Zoals we dat hebben gedaan bij alle andere leden. En hoe is dat? Kunt u misschien de samenleving beter inlichten hoe dat gaat geschieden? Wanneer deze dag zaken gebeuren, dan wordt er een afschrift gemaakt van beschikking. En we vragen het op, we bekijken het. En dan moet betrokkenen reageren op de aantijgingen. En wij zorgen ervoor dat de termijnen goed worden nageleefd. Dus dat doen we hier ook bij HUB. En de staat Suriname die motiveert bijna nooit goed bij buitenfunctiestellingen. De feiten die ze aanhalen worden niet voldoende gemotiveerd. En zo ook bij deze van Hellings en Gentel. Maar bij deze is er ook een politieke tintje erbij. En je proeft ook rancune erbij. Maar ze hebben het mooi gesteld door niet alleen dat van de protesten erbij te zetten, maar ook een paar onwaarheden. Zoals dat de heren zich moesten aanmelden, voertuigen moesten inleveren en dat ze onwettig afwezig waren, terwijl er verlofbrieven zijn en andere dingen. Maar we pakken het rustig aan. Want wat zij willen, wat de staat willen, is chaos creëren. En dan ga je zo weer horen van ja, zijn de jongen, Hellens, Gentel, Atompai. Maar wat naar het schijnt is er heel erg verbaasd deze dagen dat wij het zo hebben aangepakt. U geeft aan. We gaan wel super en keihard terugcounteren. Maar niet zoals ze denken en ook niet nu. Begrijpt u? En ook rustig, want wat we ook doen wanneer mensen vechten, dan moet de samenleving niet de dupe ervan worden. En dat is heel belangrijk voor ons deze dagen. Belangrijker geworden. U geeft aan een politiek tintje, merkt u, en rancune. Kunt u dat misschien onderbouwen op basis waarvan u dat aangeeft? Kijk, politiek tintje, je hoort ze zeggen, Hellens, Gentel zijn NDP'ers, zijn dit. Terwijl ten tijde van NDP-regering, belde VAP ons constant om naar Olifant te gaan. Toen waren we geen NDP'er. Begrijpt u? Om te praten over andere dingen. Toen waren we geen VAP. Dus daar zit je het politiek ding erin. Dat die jongens NDP'ers zijn. Er zijn persoonlijke gevechten tussen de jongens en de mensen. Dan andere mensen vinden van het is persoonlijk iets. En rancuneus gaat het erop omdat de mensen hebben geprotesteerd. Maar wat we ook zullen doen, is dat we ook brieven zullen schrijven naar internationaal gerespecteerde organisaties. En ook naar de basis van de regering, zoals premier Rutte, meneer Bidde, om aan te geven wat de persvrijheid is. Want mensen die opstaan om iets te zeggen worden opgesloten. En omdat deze politiemannen zijn, het is moeilijk, dan worden ze buiten functie gesteld onder zogenaamde valse voorwendselen. Maar als politieofficier, zouden de heren zich niet op een andere manier moeten gedragen? Ik ben zelf geweest naar de protesten en bepaalde zaken die worden aangehaald door de heren van ja, men wil overgaan, we zijn bezig met een vreedzaam protest en de regering dwingt ons om over te gaan. Is dat niet een verkeerd als je als politieofficier een voorbeeldig persoon moet zijn, vooral naar andere mensen die daar naar je opkijken? Iedereen die voorbeeldig te zijn. Het politieofficier zijn maakt niet. Is geen plakken dat je voorbeeldig moet zijn. Iedereen, u ook, die voorbeeldig te zijn. En zo heeft iedereen het recht om te protesteren. Ik ben niet gegaan. Ik ben niet gegaan in de voorlinie om te protesteren. Omdat ik een andere mening heb. Toch? Maar als zij van mening zijn dat ze dat moeten doen. En ze hun recht vanuit de grond toe hebben. Ons hoogste wet. Dan komt welke andere wet ligt boven een grondwet. En ik ben niet degene om uit te leggen hoe mensen zich moeten gedragen. Er zijn regels waaraan mensen zich moeten houden.
En als de staat vindt van die regels zijn overtreden, dan moeten ze onderzoeken en met bewijzen komen en laten zien. Maar niet, gewoon op basis van zaken die men niet kan onderbouwen. U gaf aan u even andere mening. Wat is uw mening? Als je mij vraagt, mijn mening over protesten, nou ja. Ik kies ervoor om mijn mening nu niet te delen. Zeker niet. U krijgt juist de gelegenheid om dat te doen. Nee, maar ik ben niet verplicht mijn mening te delen. Maar dat is mijn persoonlijke mening wat het protesteren betreft nu. U staat niet volledig achter de heren dat zij protesteren? Hoe kom je daarmee voor? Is een vraag. Luister, ik heb gezegd wat het protesteren betreft. Heb ik een andere mening, toch? Dus ik heb niet meer gezegd, ik sta niet achter de heren wat het protesteren betreft. Want ik heb ook heel vaak gesproken over de protesten. Ik heb ook gezien van, als je wil protesteren, probeer het zo. En onmogelijk kan ik zeggen van, ik ben niet eens met het protesteren. Want niemand in Suriname, de meeste mensen in Suriname hebben het niet goed. En we weten allemaal dat het niet goed gaat. Zelfs de president weet dat het niet goed gaat. Zelfs de president zou ook willen protesteren, maar alleen kan hij niet. En we weten allemaal, kijk, Luka Kusno. En terwijl we zitten praten over protesten en buiten vindt stelling. Dat is de koers op 25, ja. Van 21 naar 25. Oké. Nou, meneer Atompai, we blijven de zaak met betrekking tot de politiebond en de buitenfunctiestellen van uw collega's op de voet volgen. Dank u wel.